Inmiddels aangekomen in Anola, lekker gegeten. En ik zat hier even bij te komen. Maar ik zal geen Gloria heten als ik denk ik wil anderen ook laten meegenieten. Vooral mijn diaspora matties die soms het verlangen hebben om te komen naar hun geboorteland of het land waar hun ouders vandaan komen. Maar helaas niet altijd kunnen vanwege de omstandigheden. Welke omstandigheden die ook mogen zijn. Dus ik lig zit hier. Ik zal u even de kamer laten zien op een Mibrixie. En het uitzicht. Check it out. Ah. Check my uitzicht. Hoi hoi. Ik weet niet, ik wil niet veel zeggen, maar dit is het uitzicht. Prachtig of niet prachtig? Nou, dit is het huisje. Nou, prachtig. Er is daar een tweepersoonsbed, heeft Carmelita in beslag genomen. Hier heb je een persoonsbed en ik heb die in beslag genomen. We nemen altijd onze eigen laken en set mee. En ik heb een tafeltje hier dichtbij vanwege mijn contactlens. Anders zie ik helemaal niks als ik s'nachts eruit moet. Nou, dat is dus het kamer. Oh ja, dan hebben we nog een wastafel. Maar hier het licht. Ja, geen licht. Oké. Okay. Ja, dan heb je een beetje zicht over de keurige handdoeken daar. Ladekast, daar een tafel, hier slaap ik dus. Mooi gedaan toch? Dan kan je s'nachts dit dicht doen, spannend. Dan heb je hier dus de badkamer, je schuift hem open, achter, toilet. Geweldige douche, zo te zien. Ja, Carmelita slaapt op het hemelbed. En ik ga toch in zo'n klein... Maakt niet uit. Hey, Mira, ga weg joh. Oké, dat was dus de kamer. Een ziekamer. Dan heb je dus nog één bed hier. En daar lag ik dus net. Daar zit Carmelita te vertellen iemand te vertellen waar de hut is. En dan... Is het prachtig, mensen? Of... Ja, grote doucheknop, hè? En daar is een hele grote boom hier ook, hè? Orkan country, denk ik, toch? Dit is toch zalig, mensen? En wat nog zaliger is, daar loop ik even mee om jullie te laten zien. Wat nog zaliger is, daar heb ik nog geen gebruik van gemaakt. Maar ze gaan vanavond kaiman spotten. Nou, ik er dus niet hoor, ik ben zo lustig binnen. Maar wel zometeen gaan we ergens om te gaan zwemmen. Ergens een ander riviertje. Ja, ik hoop dat het op de boot net heeft net geregend. Ik bedoel, jongens, dat heb ik echt even nodig, hoor. Zo even rust. Nou, hebben ze ook nog hangmatten hier. Is dat wat? Dan kan je hier zo liggen. Je hoort dan de vogels.
En je hebt even geen zorgen. Ja, ga in het water bedoel ik. Ga je nog laten zien dat ze hier ook nog een zwembad hebben? Mooi hè, dit? Lijkt wel een film. Love it, love it, love it. Dan gaan we dus net daar. Hier zat ik op te loeren. Dat ik ook aan jullie kan laten zien. Let op. Dan zwaai. Dan zwaai je ook mooi terug. Toch geweldig. Ik bedoel, jongens, het is echt mooi als ik zo kijk zo op mijn eigen beeld. We zijn dus nu hier te Anola en ik ga even laten zien dat er zelf een zwembad is, mensen. Dan ga ik ook Wat doe je? Wat wil je? Die loopt op andere rivieren, dus ik dacht misschien mag je daar ook wel gaan zwemmen. Maar je moet wel even vragen. Ja. En altijd even vragen aan de locals. Ja, hè? Lekker zo, toch? Tja. Het goed is gauw om 5 uur met de club, met de groep, gaan wij naar een andere plek varen om te zwemmen, om in het water te zitten. Maar ik moet eerst goed even informeren, meneer, ik kan niet zwemmen, kan ik daar wel, anders ik voed Natjal. En ik kan hier blijven, ik kan rustig zitten. Naast Carmelita, ook een ander laten zien. Er is ook een andere groep hier, niet maar voor ons, maar hier kom je dus binnen in de lounge. Ja, voetnatje. Ze is nu ook hier. Is Tirsa daar nog? Tirsa, is ze er? Ze is weg? Tessa, Tessa bedoel ik.
Het is nu ook hier, ik heb Tessa gezien. En wat ik ga doen, kan ik ook gewoon hier. Hier kan je niet fout gaan. Oh. Ik heb geen idee wat één overnachting kost. Ik heb voor de trip betaald. Voor 3 dagen. Vrijdag tot en met zondag. Ja, hier dan ook wel lekker. Nou, hallo Kar! Een hele groep daar heeft dan zijn zin. Ja, pokoe in het water. Ik ben meer nu eventjes zo. Rust. Ik zal u vertellen. Dan voel je pas hoe moe je bent. Daar voel je pas hoe mooi je bent. Neem nog een stukje mee die kant op. Let me see, let me turn this thing, want dan zie je weer make-up. Kijk eens. Hier zijn we het aangemeerd. De vogels. Oh, kijk nou mensen. Lizzie, mensen, dat is mijn schoondochter. Ja, mooi hè? Hi, hallo. Ik groet jullie allemaal, Lizzie, heel mooi. Lizzie is mijn schoondochter. Zeg jullie mooi dan. Hallo, Lizzie. Mooi hè, Liz, kijk eens. Ze is nog nooit naar Suriname geweest, dus het wordt tijd. Dankjewel, John. Dankjewel, John. Heerlijk. He he, poe he. Ja, Lizzie wordt gegroet, hè, door een paar van die van onze Travas de Volgers. Mijn familie. Mijn Facebook family. Kijk, ik kom nu weer een ding aan, mensen. Een, let op, een koreaaltje met, zie je dat? Zo ben ik ook gekomen. Kijk eens, Lizzie, zo kom je dan aan. Zo'n koreaaltje over water. En daar ga je dan. Zo, een koreaaltje. Lekker hoor, lekker, lekker, lekker. Lissy, wat betekent het? Leuk, het is jullie naam. Dan moet ik zeggen Lissy, Lissy.
Dus kijk, dan gaat alles eventjes door de war. Is dat niet prachtig, hoor? Dankjewel, hoor. Dan moet je toch, zometeen ga ik even Carmelita vragen. Even wat foto's te maken, zo met zo'n achtergrond. Nou, dan klets je niet meer, hoor. Ik ben nog liever bij lachen, als je lief bent, hoor. Laatst sprak iemand die belde. Mevrouw belde mij. Ik was een beetje occupied. En soms kan ik een beetje Noors zijn, ja. En ze zei, ja, zei ze, u bent wel een stug persoon. Oké, ik heb nog nooit eerder gehoord dat ik stug ben. Dat staat me niet onbekend volgens mij, maar het kan. Soms heb ik een... ja, stug. Heb je allemaal Lissy gegroet? Lissy, mijn schoondochter. Ja, Gio tegen jou doet zeker helemaal stug. Maar je maar als je rare opmerkingen maakt, dan ga je gelijk afchappen. Ik heb een swift reaction to bullshit. Bam. Gelijk, met beide benen erin. Ja toch, Anne? Ja toch, Jennifer? Ja toch, Cindy? Gewoon, huppa. Gelijk erin. Met twee benen gestrekt. Ja toch, Claudia? Long time, Claudia. Hoe gaat het? I love it here, peoples. Are you ready? Het zijn mooie poko's. En wat denk je gewoon hier van mensen? Ik bedoel, het ligt er voor het rapen, de manjas. Oh, stuur me mijn groetjes aan Carmelita. Stuur me weer eens eventjes een berichtje, Claudia. Gewoon lekker. Ja toch, zo op de achtergrond. Nou, die vond ik nog mooier waar ik net stond. Het was nog echt een alsof het een... Tessa! Waar is Tessa? Is ze nu al terug? Ja. Oké, okay, dan kom ik eraan. Nou, even... De dames, een paar smoken, een paar... Maar, daar komt Tessa. Mensen, daar is de alom bekende Tessa. Ja! Hoe gaat ie? Goed. Jij hebt een nice in? Ja, als ik hier ben, gaat het altijd goed. Geweldig, je bent een groep mensen en je bent helemaal nice. Ik hoor pokoes, gezelligheid. Ja, we zijn er al 3 dagen. Echt? Ja, dus dit is de 4e dag. En wanneer ga je weer terug? Morgen. Ah, ja. Oké. Okay. Dus vandaar die gezelligheid met Poco. Ja. Leuk hoor. Ja, zeker. Ja. En iemand zei van, Tessa is daar wel eens geweest. Ik zei nou, Tessa is toevallig hier. Ja, nee, ik kwam heel graag hier. Dit is een hele mooie plek. Ja. Er wordt heel veel aandacht besteed aan natuur, veel dieren. Ja. En ook gewoon goed nagedacht over de inrichting. Dus ja. Het is groot, je hebt privacy. Ja. En dat is wel fijn. Zeker. Dus je kan tot rust komen. Helemaal, daarvoor ben ik gekomen. Ja. Nou, geniet ervan. Hé, hey, ik ben zeg, hé, hey, Rasmus, dag, Tessa. Tessa. Hey. Elton, zeg mevrouw Tessa, Helga, leuk, Alwin. Mensen, hey. Nou, al die mensen groeten, je moet je zomaar nemen. Nou, ja, is goed. Hé hey, jongens, het is echt leuk. Als je een keer wil komen, moet je gewoon doen. Anola Nature Resort. Kom hier graag. Het is echt paradijs. Ja, echt, ik ben nu voor de eerste keer, maar ik vind het heerlijk. Ja. Ja, en onze kotta is toepasselijk, want meestal zien mensen dat niet, maar ik vind dat kunst ook leuk is. Maar je wordt begroet door een kotomissie als je hier binnenkomt. Dus er is ook veel gedaan aan kunst. Suki heeft in die hoek naast de bar links ook een kunststuk. Dus er wordt echt hier de Surinaam en Kim. Dus de Surinaamse kunstenaars worden hier ook neergezet. Er wordt aandacht aan besteed. Ja. Ja, dus er wordt goed over nagedacht. Oké, ik ga even. Yes. Want ik was je net dan komen zoeken, maar je was even ja, weg. Ja, klopt. Oké, succes. Yes, thank you. Doei. Hey, goed. Fijne laatste avond hier, ook. Thank you. Dat was Tessa. Die nu ook hier is. Maar ja, ik wilde je iets anders laten zien, hè. Wacht even. Ik ga even teruglopen. Dan ga ik nog een mooie plaatje laten zien.
Ja, ik was natuurlijk het mooiste plaatje van daarnet. Nee hoor, geentje. Deze mensen willen denk ik niet op beelden, ze gaan even zo staan. Hi, ja, dan gaan zwemmen. Ga je niet mee naar de zwemmen? Ja, 5 uur toch? Ja, zo 5 uur. Oh, oké. Oeh, ik ga rennen. Oh, mensen gaan me omkleden. Ik wil dit nog even 1 ding laten zien. Moet ik klaar zijn, hè? Nog 1 ding. Oh, mijn god, nee, ik kan het niet maken. Iedereen gaat al omkleden. Dan moet ik het ook gaan doen. We zijn nu bij Anola. Ik heb net een huisje laten zien. Kijken jullie straks even de live weer terug. Hallo Carmelita. Hi. Ik ga lekker de soelas in. Lekker zwemmen. Oh, ga je ze maar vertellen. Ja. Ben je in wilde? Yes. Oh ja. Hi allemaal. Hier ben ik weer eens een keer. We gaan zo 4 minuten varen naar de soelas. Hoe heet die soelas ook weer? Villa Suma of zoiets, geloof ik. Het is een hele rare naam, maar goed. We gaan gewoon lekker varen. 4 minuutjes. Komen we bij de soelas aan. Heerlijk lekker uitgebreid liggen mensen, kinderen. Je hebt allemaal die indruk gezien, wat ik wil even laten zien. Prachtig, hè? Het is geweldig. Het is gewoon, ja, ik kan niet anders zeggen. Genieten en gewoon genieten. Relax tot en met. Geweldig. Kijk, ik ga zo de soelas in. Mensen, wat willen we nog meer? Wat willen we nog meer? He, echte aanrader, kom hierheen. Ik vind het jammer dat ik volgende maand weer terug moet. Maar ja, ik kom zeker weer terug hier naartoe. Mensen, dag allemaal. Hoi, hoi. Long time, hè? Heel erg leuk hier. Ik kan niet anders zeggen, mensen. Echt een aanrader. Ja. Lang niet gezien, nee hoor. Ik ben er, hoor, schat. Het heeft even geduurd, maar ik ben er weer. Ik was even met verlof. Nee hoor, ik was gewoon even buiten beeld. Gaat goed hoor, geen probleem, alles netjes, gezondheid goed, prima. Ik geniet elke dag weer opnieuw. En zeker nu ik weer bijna terug moet, is elke dag weer genieten. En dit is natuurlijk helemaal een mooie afsluiter van mijn vakantie. Ik heb hier 10 maanden gelogeerd. Geweldig, kan niet anders zeggen. Ik heb mijn bril niet op, dus ik kan niet alles lezen. Dus als ik niet reageer erop, jongens, mijn bril heb ik niet opgezet, ik weet niet waar het is. Maar mijn logba, mijn dorotja, zo mijn broeja. Zo geweldig is het hier, echt waar. Wat zei je, Gloria? Wat zei je? Ik ben bijna klaar. Oh, ze is bijna klaar. Ze is altijd last water weer, hè? Last water, zeggen ze. Ja. Oké, ze gaat ze nu omkleden en gaan we lekker varen, even 4 minuutjes. Misschien dat Gloria dat ook laat zien. Ga je dat laten zien ook daar? Ga je daar ook laten zien wat er allemaal bij die vallen, soelas en zo? Ja, ja. Dan komt Gloria zo weer terug bij jullie. Jullie ook. Ze gelijk meenemen. Oh, ze neemt jullie gelijk mee. Dat is nog mooier. Zonder enige onderbreking gaan we in één ruk door. Als de boosman ons niet achterlaat, want we zijn natuurlijk weer laat, Gloria. We zijn weer laat. Waar zijn ze alweer? Ze zijn allemaal naar voren. Nou, onder de wacht, denk ik. Even de schoentjes aantrekken, de waterschoentjes. Yo, denk Gloria is op zwil, ik met jou zo. Misschien is op swing. Weer big zwempad, meneer en mevrouw. Big zwempad, nou afvoen ons op swing. Hoi. Laat ons niet uit. Ja. Hallo allemaal, groetjes terug. Doei, doei. Hi. Long time. En kijk, hier is ze. Hier is Miss. Ze gehezen in een soort van zwempak. Kampioen zwemmer. Zwemster. Hij zwemt als een vis op het droge. Niet in het water, maar op het droge. Zo zwemt ze. En ik ook hoor. Even iets aan voor hem. Ja, kijk. Zie je? Ja, dat mogen jullie zien hoe ze zich aankleedt. Ja, nee. Dit, boven een stukje, hè? Juist. Zo, als je de Ushik Basari. Meer is genoeg, ja? Nee, jongen, het is hier echt geweldig. Anola heet het hier. Anola, onthoud het goed. Oh, we moeten de deur op slot doen natuurlijk. Ja, heb jij de sleutel? Ja, dat moet zeker gaan zoeken in een tas. Nee. Oh. Heel heb ik mijn spullen? Nee, dat niet bedoel, maar heb ik mijn spullen? Nou. Heb je onze kamer, heb je de kamer laten zien trouwens? Ja. Oh, oké. Okay. Het is een beetje bruyant, want we hebben alles gewoon hier en daar neergegooid in die kamer. Dus let daar maar niet op. Wat zei je? Ik
ze gaan in de kamer, die zien ze al. Oh, ja. Look hoe. Heb je een handdoek mee van je? Nee, dat mag niet, hè. Oh. Weet je hoe je moet keren? Ik heb het ooit geweten, hier denk nee, ik. Nee, dat doe zomaar, mijn druk staat zomaar. Zomaar je drukken, ja. Werkelijk, je bent druk zomaar. Ja. Oké, jongens, hier is de kamer. Een beetje slordig, onboorstig, zoals zij het achterlaten. Maar ja, ach jongens, het is vakantie. Hè? Doe maar lekker, doe maar wat je wil. We komen straks weer lekker opruimen. Hè? Maar nogmaals, ik heb mijn bril niet op, dus ik kan niet al die dingen lezen, niet goed lezen. Kijk, hier is Gloria. Nu kan ik stel je aan bakken. Kijk. Waterschoentjes. Toe biggie swim missie dat die zingt. Heb je de sleutel van de deur? Oh, nee. Laat anders open, het hoeft niet erg, toch? Hé, in de deur. Ik heb mijn portemonnee, ik heb alles bij me. Oh, ik neem niks mee. Nee, maar in de kamer. Oh. Ach. Nou, Rockefeller. Ik ben geen Rockefeller. Heb je slim gedaan. Mensen, kinderen. Ja, toch? Of niet? Wat dan? Ja, maar... Check. Oké. Iedereen... Oh, zwemvesten natuurlijk. Oh, chips, ik wilde mijn horloge achterlaten. Nee. Oh, de hele bende gaat mee. Oh my god. Jullie gaan ook mee? Tessa? Ik niet. Jullie gaan ook mee? Kan je maar niet dan nemen je zwemfles mee? Of? Ik ga niet naar binnen hoor. Hoe gaat dit ding ook alweer? Zo dan. Wacht hier. Zeg nou door. Kun je me helpen? Zullen we me vastmaken? Ha? Ja, tuurlijk. Nog eens, ergens vast. Ja. Serieus? Ik ken niet. Zo? Nee, het hoort zo. Zo? Je arm? Ja. Wat denk je? Anders past die foto er niet in. Ja. Nu bent u veilig. Thank you. Kamerita, waar bent gij? Oh, daar is ze. Gaan we allemaal in de ring? Ja, oppassen. Als je een mooi beeld wil, moet je helemaal aan de voorkant. Dan moet je als laatste erin. Nu als laatste erin? Ja, want dan krijg je het mooiste beeld. En dan heb je een heleboel boeken voor je. Ah, is waar. Dus ga je als laatste. Oh my god, zoveel mensen. Oh, wat is mijn goeie naar boto? Gelukkig is het maar 4 minuten hier aan. Gaan we denk 3 keer moeten varen, denk ik. Nee, we gaan allemaal, zegt hij. Ik ga als laatste. Nou, niemand meer, toch? Nee. Ik ga als laatste, dan kan ik mooie shots maken. Ja. De laboratorie is hier, maar het is eigenlijk het enige dat ik niet vervelend vind. En ik hoop dat Lizzie nog kijkt. Lizzie, kijk je nog? Want dan kan je zien dat het gaat worden. Dan gaan we met de tweede ploeg hoor. Alberto gaat met de tweede club. Is dat Furu? Nee.
Sommige mensen willen alleen zitten, ja, dat kan het niet. Dat snap je natuurlijk toch? Nou, nee hoor, Elga. Oké, Leslie zal het meegenieten. Goed zo, Leslie. Dan wanneer je komt, dan gaan we dit ook doen. Met mijn kleindochter. Die pas één is geworden, mensen. Hey, mijn zoon kijkt ook, Janini. Mensen, groet jullie mijn zoon ook dan. Kom op. Nee hoor, grapje. Ze kijken beide. Ja, niet de kijkers van je moeder in gaat die niet kan zwemmen. Zie je, er is geen plek. Ja. Oh, waar gaan we zitten? Prezino, hè? Wat zeg je? Ik ga geen risico lopen. Ik blijf lekker staan. Tweede rit varen. Kom op. Hey. Ja, maar wij zijn in de boot alleen. Alleen ja, dat is special. Hey, Carmen is de eerste en Gio is de tweede. De eerste die mijn zoon groet. Ja, precies. We wachten wel even. Oh, jij gaat gelijk ook mee? Ja, omdat ik de mensen eruit moet helpen. Ai. Dan ben ik mee wachten, ja. Mijn zoon en mijn schoondochter kijken vanuit Zoetermeer. Oh, leuk. Vanuit Zoetermeer? Ja. Oh, ja, die woont daar, ja, Zoetermeer. Nu hij is even in Nederland. Even. Nou, veel kijkplezier en jullie gaan echt genieten. Nou, kijk eens, Janini. Zo, daar gaan ze. Wij zwaaien. Daar gaan ze. Ja, we hebben het slimmer gedaan. Ja, we gaan even uit de zon. Dan ga ik even het mooie stukje laten zien. Janini en Lissy, speciaal voor Sully. Daar gaan ze, hè? Ja, heb je het zwembad ook gezien, Liz? Heb je het zwembad al gezien? Janini ook? Niemand heeft mijn zoon gegroet. Denk eraan, hoor, mensen. Nee hoor, kletje. Hij zei 3 minuten hier vandaan. Kom, we gaan even snel naar boven rennen. Hebben we mijn camera gezien. En ja, dit is gewoon pure natuur, hè. Er is niks van geplant door niemand. Deze boom is helemaal omgevallen. Kijk, daar ligt hij dan. Hoppa. En ze komen ons halen, ze hebben met z'n tweeën en dan kan ik voorzitten. En jullie allemaal laten zien hoe of wat. Even snel rennen. Naar het mooiste uitzicht. Nou, ik vind het heel erg geweldig dat ik hier internet heb. Dus ik weet niet of het me zal lukken op het water. Dat zullen we gauw merken. Ik hoop het wel. En anders heb ik dan videofilms die ik zal maken om te laten zien. Nou, kijk eens Janini. Jullie moeten hier naartoe. Met mijn kleindochter, die zal... Dit vind ik een mooi uitzicht hier, even snel, voordat de boot weer terug is. Hier heb je dus de hangmatten, kan je ook eventjes relaxen. En kijk eens hier. Is dit niet een prachtig uitzicht, mensen? Dag zoon en schoondochter, groetjes uit België. Zoon van Gloria, dankjewel, meneer Prakash. Ja, ik neem altijd de hele groep mee. En mijn kinderen kijken niet zo vaak, omdat ze zelf ook een druk leven hebben. Dus is dit een aangename verrassing, dat ze ook kunnen kijken. Ja toch, kijk eens, Lizzie. Hangmatten met het uitzicht. Wat, de kletje toch niet meer. Janine, je wordt wel gegroet, hè. Dan moet je ook wel teruggroeten, hè. Denk eraan, hoor. Je bent netjes opgevoed. Kijk, nu komt er weer eentje aan.
varen. Is hij het? Nee toch? Dat kan nooit. Dat kan hem nooit zijn. En die gasten, jongen, die zijn zo goed in de ding. Anola ben ik. Ja, mijn zoon en mijn schoondochter kijken mee. Het heet hier Anola. Maar is dit niet een prachtig uitzicht? Dan zit je hier s'avonds zometeen. Dus vanavond ga ik ook weer komen. Het is vrijdagavond, dus jullie hoeven niet zo vroeg te slapen in Nederland. Oké, we gaan me weer verdekt opstellen daar, zodat wanneer die boot komt, dat we erin kunnen springen. Dan hoop ik jullie mee te nemen. Anders kun je een stukje... Mijn vorige live heb ik al laten zien. Wat zo bijzonder is van het varen van deze heren. Er zijn op de rivier enorme rotsblokken. Een paar maanden geleden was ik ook hier op een andere resort. En dan kon je echt gewoon op de rotsblokken lopen. Geen idee dat zulke grote dingen er zijn. Maar deze gasten, die weten precies waar deze rotsblokken liggen. En dan zie je ze in één keer afremmen. Ik denk, ja, met hun motor, denk ik, wat gebeurt er? Ja, daar ligt een rots. Dan denk je, hoe zie je dat nou? Ik zie maar geen rots. Geweldig. En ze zeggen, ze willen morgen al naar Suriname door deze vlog. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Hold op. Carmelita, help! Ik moet even iets pakken. Kom op, kom, kom, kom. Anders gaat het fout. Ik neem mijn oplader. Oh my god. Carmelita zegt, wat is er? To the rescue, to the rescue. To the rescue. Ik moet mijn dingen hebben. Wat is dat ding? Je powerbank. Mijn powerbank. Powerbank. Where is it? I got it. Oh. Hou vast voor me. Hou vast. Ja, ik zeg het. Hou vast. Het was 4%. Oké, ik wil even maar weer dicht doen en... In de ring, ja. Nou, dit is de telefoon die ik toen van Telesuur heb gekregen. En dat is geweldig beeld. Toen ik zo had geklaagd over Telesuur, ja, elke keer is er wat gezeur. Nou hebben ze me telefoon gegeven met ook een kaart. En ik zweet me helemaal zo met het... Heb ik gezien hoe ik eruit zie? Ik het even laten zien. Kijk hier. Ja, nee. Je moeder gaat helemaal prepared, maar dan zweet ik me helemaal zo. Oké, ik hoor wat. Hier moesten we toch staan? Ja toch? Nee, daar. Hier moeten we. Jullie horen de boot die terugkomt om deze twee vippers te halen. De beste zwemmers van Anola. Wij zijn de beste zwemmers, dus wij gaan als laatst. Ja? Dit moet naar voren, deze toestand. Ik heb dingen die kunnen doen. Je kan nog altijd rennen. Oké, mensen. Ik schreeuw voor 10. Ja, ik denk ik wil jullie meenemen. Maar mijn telefoon ging in één keer... werd in één keer donker. Chips, ik had mijn zonnebril moeten meenemen. Oh god. We zijn weer broeia bezig, mensen. Moet je nagaan, ik zit hier, ik neem jullie allemaal mee. Er waren niet zoveel toeristen hier. Dus er was ook een andere groep van ongeveer 8 man of zo. Is hij het? Ja, hij is het. Ik heb hem al een mazzel gegeven. Dus is al... die,
die dag bleef Alberto. Janine wants to join me in on my video. Ik weet niet wat dat betekent hoor, ja. Hij komt ook weer. Hij moet ons helpen, want van Mogo. Ach, die flexie toch? Hier of daar? Hier. Hier. Kijk, zo'n grote hier rots. Let op mensen. Hoppa. Lekker dit hier uit hoor. Kijk, dat is goed. Zeg maar tegen me die zee dan. Jozef, go. En elkaar in mijn bruiloft, Igo. Hè? Ik ga in mijn bruiloft dan. Hold on hoor. Ja, je kan het, je kan het. Nee, beef, baby. Hup. Goed zo. Juist, nou. Gelukkig toch. Moet je verder naar achter? Moet ik meer naar achter of mag ik voor? Ja. Wat, naar achteren? Ik heb twee vragen gesteld. Naar achteren nog? Ja. Oké. Okay. Hi, boy. Moro? Ja, zit daar. Hier? Ja. Ik hoef dat ding niet te zetten, die plank. Die plank hoeven niet, toch? Ja. Moeten die planken? Ik geef je aan. Oké, zover neem ik jullie mee. Ik weet niet hoe lang het nog duurt. Ik hoop dat we nog lang... Ai. Heb ik niet aan gedacht. En dan maakt hij een uitgebreide bocht. Dat is heel, heel apart. Deze gasten weten echt precies. Kijk, kijk, kijk. En dan gaan we in één keer draaien. Yeeha! Ga je naar die dingen kijken? Zo vaar zo goed, we gaan nog een stukje mee op de rivier en de wind, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Yo, de bocht om, ander dorp zien we daar ook. Oh, daar staan ze al, kijk eens op het, zien jullie ze op de rots te staan. En nog een koreaaltje. Ja, ze lopen gewoon op de rand hier. Dat is zeker een kunstwerk, Elia. Maar daar staan ze hoor. De eerste ploeg is hier ook. Yeeha! Verschillende mensen. Hey! Jeff. Hey! Kijk hoe onstuimig. Zie je een beetje onstuimig water hoor. Oh my god. Hey, oh ja, daar is die soelas toch? Dat is een soela toch? Kijk, zie je al deze rotsen? En zo zijn er vele onder het water. En dat weten ze precies welke te vermijden. Elia, niet lachen. Kijk, al deze rotsen. Op en zo blijven zien het nog een beetje. En nu komen we bij de soela. Jenny, die kijk je nog, hè, Lizzie? Dank je wel. Hé, hey, die soela is heftig. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. We gaan weer terug. Laat maar. Ik ga terug. We zijn er al. Ja, zeg ik. Ik ga terug. Ik weet dat we er zijn, maar. Oh my. Kijk, 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 kijk. Hoe gaan we hier eruit? Mensen horen het geluid. Kijk, kijk, kijk. Oh my god. Dit is het heerlijk. Kijk eens, en dan ga je hier zitten. Ja. Sterke stroming, ja. Kijk, 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 kijk daar. Hé. Hey. Wacht op me! Alberto, zwijger man! Oh my god!
mensen, zomaar omdat ik jullie mee wil nemen. Ik loop. Als het zwemvesten. Oh. Mensen, Alberto. Yes. Heb je me vast? Ja hoor. Thank you. Zo. So. Kijk eens hoe lekker. Alberto. Yes, sister. Mensen, kijk eens hoe lekker. Kijk eens hoe lekker. Janine en Lizzie, zijn jullie er nog? Neem aan dat jullie dat nog zien. Oké, ik ga een beetje lopen. Powerbank in mijn hand, telefoon in mijn hand, handdoek. Ik ga even mijn spullen even neerzetten en mijn dingen, hoe dat ding, afhalen. Maar ik kan niet zwemmen. Niks is diep daar. Oké. Wat vind je ervan, Janine en Lizzie? Mooi, hè? En dat we hier nog, dat ik hier bereik heb. Oké, ga even. Water. Hoe heet het water, Alberto? Hoe heet het water? Dit is de Felula Sisula. De Felula Sisula. Wat betekent dat? Heeft het, ja, de plek waar je ijzer kwijt kan raken. De plek waar je ijzer kwijt kan raken. Ja. Nog een keer, vier. Felula Sisula. Felula Sisula. Ja, je waardevolle spullen. Dat kan je ook kwijtraken, ja. Zo. Prachtig, hè? Moeilijke plek om doorheen te komen. Maar wordt er ook hier overheen gevaren? Ja, maar dan moet het water veel hoger staan. Oké. Nu varen we tussen dat eiland en Anaula. Oké. Om het hele dit verloop. Ja, omdat het nog een beetje laag is. Ja. Maar dat, hier kan je misschien... Wat zo, Janine? 10 dagen in een jaar. 10 dagen maar? Nee. Dus we hebben juist het zo hoog staan dat je hier kan varen. Wauw. En jullie weten dat... precies, hè? Ja. Ik vind het zo geweldig. Respect. Dat nou, dan ga je je ijzer kwijtraken. Ja, als je het niet weet, kan je ijzer kwijtraken. Kijk, Carmelita al. Luister, Carmelita. Als je even je handen droogt, dan ga ik even ook erin. Laat ze zien. Begin jij maar te doen wat je moet doen. Kijk hier mensen. Oh. En kijk daar. Dit is toch geweldig. Janine, jij zou het wel durven, denk ik. Maar sowieso is er hier een flinke onderstroom. Dus altijd luisteren naar de lokale mensen wat ze adviseren. Ik ben blij dat mijn zoon en schoondochter kijken. Daar heb ik een reclame gemaakt voor mijn land. Pure natuur. Ook het eiland van zijn vader, hoor, is mooi. Kaap Verde's eiland is ook mooi. Maar Suriname is ook mooi. Oké. Je handen kan je droog aan mijn handdoek. Had je een handdoek meegenomen? Bonk en ja. Mag jij dit even vasthouden? Deze ook, hè? Ik doe mijn horloge af. Janine! Kijk, hè! Met mijn waterschoentjes. Het is koud, hoor. Het is behoorlijk koud. Oh my god. Oh, da, da, da. Voetje voor voetje. Ja, is koud, hoor.
Ja, Asje, het is heel erg mooi hier. Mensen, kinderen. Helemaal relaxed. Nou, ik zou daar is een beetje gelachen hoor. Kijk uit. Niet dat we niet het gevaar gaan opzoeken, hè? Nee. Kijk eens. Kijk, genieten. Nee, we gaan geen kaiman zoeken vandaag. Er zijn genoeg in de stad hoor. We blijven lekker in onze cabine. Genoeg kaiman in de stad. En ik heb ze al een paar keer gespot, dus ik hoef eigenlijk niet mee. De boosman zit geduldig te wachten daar op ons, in de verte. Ja, het is gewoon schitterend hier, echt waar, ik kan niet anders zeggen. Maar het is wel heel erg koud. Maar ja, als je er eenmaal in zit, dan valt het wel mee hoor. Heerlijk, hè, de stroming, geweldig. Het water neemt straks je hoofd nog mee, hè? Eens kijken, de glinstering van de zon op het water. Eens kijken. Geweldig. Hier. Dan gaan we terug naar Gloria. Kijk of er nu een soort stunt is aan het uithalen. Kom maar aan, dan ga jij weer erin. En moet ik me omhoog kruipen. Doe je best. Huh? Doe je best om eruit te kruipen. Ja, je hebt geen hoofd vast, hè. Ja, ja. En nu er maar uitkomen. Kom maar met je kruipen. Ik draai je op je billen daar achteruit. Op je billen schuiven. Nou, gelukkig hoor. Het is een heel huis uitgekomen. Je kan er hier overheen lopen. Kijk uit met gladheid, hè. Nou, het is gelukt hoor. Je zegt, het is gelukt. Ik vind het veel daarin dat die mensen niet in beeld komen. Hoe vind je het? Janine, heb je gezien? Je moet erin gelegen. Oh my god. Hoe lekker is dit? Oh, nou. Zo maar, pak ik niet maar het handdoek. Was die van jou? Nee,
Boven zo hè. Hallo, wat is er aan? Wat was het next in de drink? Carmelita, je gaat niet zeggen, heel goed gezwommen, mama. Mensen, maar zo lach me uit. Maar kijk hoe lekker. Anola. Ja, zo lachen jullie lachen allemaal uit. Gloria Nesti. Die maakt het ook mooi in. Ik weet niet of Johnny niet weet wie Anthony Nesti was. Dat is de eerste Suriname die goud heeft gewonnen met zwemmen. Dus daar bedoelt Gio. Gloria. Nou, dat klet je toch niet meer? Dat klet je toch niet meer, mensen? Lekker, heerlijk tot rust komen. Nou, Janine en Lizzie. Maar ga ook komen, hè? Dat is u. En ze gaan vanavond... Kijk, man, de spotter nog wel mooi niet doen, hoor. We zijn nu op, in Anola en bij een visie een Sula. Vergeet dat niet. Maar het geluid alleen al, hè? Hoor je dat? Oh, dankjewel. Echt een mooi land, hè? Nog alleen maar de juiste leiders en dan hebben we een paradijs op aarde. Oh, Lizzie is al om, nu ze dit ziet helemaal, oké. Ah, dankjewel Helia. Janine, heb je het gelezen? Ik ben een lief mens, dus denk eraan. Ja, Helia, mijn zoon en schoondochter zijn in de live. Ze hebben een beetje tijd vrij. Waar is die kleine? Die slaapt zeker. Isri Las, oh! Isri Lassi Sula. Dankjewel, Gio. Eindelijk heb ik een keer iets gezegd waarvan ik blij word. Nou ja, Nalaya slaapt, hè. Dan kunnen jullie lekker genieten. Eigenlijk moet je op tv-beeld hebben. Oh, mijn zoon is het ook in Soetermeer. Ik ben blij dat je er bent, want je werkt zo hard in Paramaribo dat wij kunnen weten over actualiteiten. Dus vrouw, enjoy. Dankjewel, Merre. Dankjewel, Charity. Dank jullie wel. Je bent lief. Kijk, deze genieten ook hier, hoor. Isri Lassisula. Nou ja, ik verstond helemaal niet wat die gast zei. Lekker ik hier in het water. Oh my god. Dankjewel hoor, Merre. Janine, hoor je dat je moeder werkt hard? Hij weet het hoor. Hij zegt ook altijd, mama, even rust. Dankjewel, Brazas terug. Kijk eens hoe mooi. En dan zit de bootsman daar te wachten, rustig op ons, dat we klaar zijn. Saskia. Oh ja, dat zou ook mooi zijn inderdaad, Lizzie. En ik heb een collega die doet ook met een drone vliegen. En hij is ook nog gids. Dus dan zou je samen je hart op kunnen afhalen. Velu Lassisula. Oh, dankjewel.
Je bent jaloers. Eens kijken hoe hier. En de meeste zijn ook locals, maar ook heel veel mensen uit Nederland. Ja, ik kan niet meer breed filmen. Facebook staat het niet meer toe. Ja, overnachten twee. Vandaag zijn we aangekomen. Net 2 uurtjes geleden hebben we heerlijk gegeten. En nu dit. En dan terug zometeen naar het dorp. Naar het resort Anola. En dan gaan ze om 7 uur Kaiman spotten. Nou, ik ga dus niet mee. Ik ben niet zo dol op in het donker te varen. Maar Suriname is prachtig inderdaad. Precies, Helga. Zo kom ik een beetje in evenwicht, want het is elke dag hoor, elke dag. Op een splitscreen zetten. Wat is splitscreen? Ik heb het voor het eerst geprobeerd Lissy te adden. Ik weet niet wat dat betekent. Onoboto, Sula, oké. Oké, Geo, moet je me een berichtje sturen, oké? Want Facebook ondersteunt het niet meer met de telefoon. Wanotobo Sula, waar is dat, Bert? Oké, mensen, je hebt genoeg genoten. Nu ga ik lekker erin. Even lekker zelf even ontspannen. En dan ben ik later wellicht bij u terug wanneer het donker is om te kijken hoe mooi het is. Leuk, Janine en Lissy, dat jullie er waren. De Travas de familie heeft gejoind. Genoten van ons mooie Suriname. Pure natuur. Net zoals in Cap Verde, die overigens ook pure natuur is. Ook prachtige eilanden om te bezoeken. En graag gedaan, Dora, Margriet, allemaal, Jennifer, Sandra, Jaja, Heidi. Dank je, Gio. Ermi, yes. Appreciate it. Thank you so much. Sinta heb ik nodig. Sinta. Jullie genieten er allemaal van, kan ik zien. Dankjewel, Paus. Rana ook.
Graag gedaan. Dankjewel, Dorothy. Ook Wendy Lobby. Saskia, zo'n lobby. Annie ook, David Kromo. Ja, Gio. Gio, je stuurt me de informatie, hè, wat je zei, dus over die pitscreen aan het zetten, weet ik veel. Dus. Chiquita, thank you. Enjoy, Viviane, dankjewel. The good things in life, want het kan in één keer anders lopen, hoor. Vergis je niet. Daarom dank ik. Geef ik alle eer en glorie, jullie weten het, aan Koning Jezus. Koning Jezus krijgt alle lof en eer. Hij heeft ons veilig gebracht en hij gaat ook veilig terugbrengen. Dankjewel, Norma, Wendy, Sila, dankjewel. Janine en Lizzie, ciao, ciao. Jullie groeten niet. Denk eraan, groeten, wordt mooi. Dankjewel, Radna, Rada. Tamelita, groet je mooi. Zo is dat. Dankjewel, Priya. Janine en dingen. Daar is die. Mijn schoondochter en Janine. Steun Gloria voor de mooie beeld. Ja, dan zei ik het ook eerlijk. Ik kan het niet aan me doen. Dus ik bedoel, niemand betaalt me. Dank Jane, Helga. Katoen, Sultan. Is Janine opgestaan? Hij groet niet. Viviane. Groet je mooi? Ja, wat is Janine? Hij groet niet mooi. Mensen? Mijn zoon heeft niet gegroet. En zie waar is Janine? Hij moet mooi groeten. Amen. Heel huisteren, daar bidden we voor. Ik wacht nog steeds op mijn zoon die zegt, mijn andere zoon is maandagjarig, 1 juli. Nou, ik ga eruit, want Janine groet niet. Dag Joyce. Filia. Sultan. Gatoen. Iedereen goed behalve mijn zoon. Kan je voorstellen? Rinaldo. Good luck, thank you. Sharda, hey! Mandelon ook, lekker man. Kitty Kotti, ja, mijn zoon van die andere zoon. Kitty Kotti. Graag gedaan, Mandelon. Dankjewel, Faust. Dankjewel, Moon. Ik sluit af met deze mooie beelden van ons geliefd Suriname. En ik wens jullie een fijne avond. Enjoy life, mensen. Goedjes, Wendy. Oké, Janine, mag ik goed, maar ik heb het niet gezien. Oké. Was navelstreng, kot je bij geloof. Ja. Later zijn we weer terug. Ciao, ciao. Maar deze beelden sluit ik af. En ik vind het wonderlijk dat we zo ver zijn van Paramaribo. Ongeveer 5 uurtjes verwijderd van Paramaribo op de rivier. En we hebben internet. Geweldig. Okido, later.